Deze video vraag 1 en 2 van examen 2017, tijdvak 2, wiskunde A, gaat over personenauto's. En in de figuur zie je de ontwikkeling van het totaal aantal personenauto's. Dat zie je op de linker verticale as. En van het aantal personenauto's per 1000 inwoners. En dat zie je aan de rechter verticale as. Nou, even een voorbeeldje. Dat krijg je eigenlijk altijd. En als je dat doorneemt, dan weet je eigenlijk een beetje hoe je die vraag moet gaan beantwoorden. Of hoe je met een figuur moet werken. Nou, in de figuur kun je aflezen dat er op 1 januari 2005 ongeveer 7 miljoen personenauto's waren in Nederland. Nou, dat klopt. Kun je hier aflezen. 7 miljoen. En dat er op dat moment ongeveer 430 personenauto's per 1000 inwoners waren. En dat klopt ook, ongeveer. Want als je dan dat hier gaat aflezen, dan kom je iets boven de helft uit. Dus dan mag je aannemen dat dat 430 is. Nou, van 1 januari 2000 tot 1 januari 2011 is het totaal aantal personenauto's toegenomen. Met hoeveel procent is dat? Dus dit is een gevalletje nieuw en oud gedeeld door oud. Dus we moeten gaan kijken naar de linker verticale as. Dus 1 januari 2000 gaan we aflezen. Nou, wat zullen we daarvan maken? 6,3. En dan gaan we even kijken naar 2011. En daar maken we van 7,7. Nieuw en oud gedeeld door oud, keer 100%. En dan heb je gewoon 3 punten verdiend, 22,2%. We gaan naar vraag 2. Ga ervan uit dat de gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal personenauto's per 1000 inwoners, dus de rechter verticale as, in de periode 2000-2011 ook geldt voor de jaren daarna. Dus de gemiddelde jaarlijkse toename is gelijk. Dus wij kunnen hier gaan extrapoleren. Nou, ik heb mijn figuur er even bij gepakt en ik haal daar eventjes wat informatie uit. De rechter verticale as, hebben we net ook al gezegd, hè, want het gaat om het aantal personenauto's per 1000 inwoners. Dus we gaan kijken naar 2000 en dan lezen we af 400. We gaan kijken naar 2011 en dan lezen we af 460. Maak ik daar even een tabelletje bij en dan gaan we even interpoleren in 3 stappen. En ik wil dus weten, hoe zit het in 2020? Dus ik wil graag weten, wat moet hier komen te staan? Nou, als ik zo ga kijken, ik denk dat het ook wel, op een andere manier kan dan die ik nu ga doen. Dus ja, in principe komt er iets minder dan 60 bij, hè? Dus daar moeten we ongeveer op uit gaan komen. Nou, ik doe het met extrapoleren. Dus ik ga kijken naar het verschil tussen 2000 en 2011. Dat zet ik linksbovenin neer. En ik ga kijken naar 400 en 460. En dat zet ik linksonderin neer. Dan ga ik kijken naar 2011 en 2020. Dat is een toename van 9. En dan ga ik met behulp van kruislings vermenigvuldigen berekenen wat de toename is vanaf 460. En dat is interpoleren in 3 stappen. Kruislings vermenigvuldigen. Dus zeg maar 49, dat komt bij 460 op. Het is mijn derde stap, dus ik ga uitkomen op 509 personenauto's per 1000 inwoners op 1 januari 2020, berekend met extrapoleren. Einde van deze video. De overige vragen van dit thema zul je in mijn volgende video zien. Tot de volgende keer.